Vorige keer hebben we het gehad over wat eigenlijk een boeddhistische tempel is, wat de functie ervan is. En we kwamen tot de conclusie dat er eigenlijk drie belangrijke functies zijn van een boeddhistische tempel. En dat is eigenlijk onafhankelijk van welke traditie dat is. Eerste plaats is het een plaats, dus is elke boeddhistische tempel is in feite een klooster waar monniken wonen of nonnen. En die monniken en nonnen, kloosterlingen, die verblijven daar en die zijn, ja, die leven het leven dat ze daar gewend zijn, dat past bij het zijn van een monnik of non. En ze zijn ook een soort van leraar of mentor voor de mensen die naar de tempel komen. En de tweede plaats is een plaats waar. In feite is dat de functie waar we het meest bekend mee zijn, de functie van een meditatiecentrum, plaats waar we ons oefenen in het tot stilstand brengen van onze aandacht of tot rust brengen van onze geest en in mindfulness te leven. En dat gaat in feite ook om het ontwikkelen van jezelf in meer brede zin. En heb je meer een nog ander aspect is het aspect wat je meer vindt in traditionele landen, namelijk het idee van het verzamelen van goede karma. Dat dus ook heel belangrijk is in een tempel. Dus dat zie je in feite alle drie terug in een boeddhistische tempel. En die dingen zijn ook niet helemaal gescheiden. Dus je kunt bijvoorbeeld een monnik die kan een ceremonie begeleiden waarin zowel meditatie als bepaalde goede karma, ceremonies voor goede karma, voorkomen. En dat gaat dus een beetje samen. En dat kan nog wel eens tot misverstanden leiden, dat mensen denken bijvoorbeeld dat Aziaten niet mediteren, omdat ze niet in een meditatiecursus of zo meedoen. Maar dat is dus soms anders georganiseerd in traditionele tempels. Maar er zijn vandaag de dag in de moderne wereld, ook in het Azië, ook heel veel tempels die cursussen aanbieden en de retraite is net zoals in het West. Laten we eens beginnen met het onderwerp van vandaag. En dat is dus de belangrijke dagen in het Thais boeddhisme. Ik moet eigenlijk ook nog vertellen wat de routine is. Jos vroeg daar nog naar, als ik me niet vergis. De dagelijkse routine van de monniken in het klooster. Maar dat moet ik dan weer helemaal gaan uitleggen wat elk ding dan is. Dus dan is het misschien beter als ik begin met de belangrijke dagen in het boeddhisme. En dan komen we nog op de routine van het klooster. Op een later moment. Dat is denk ik wat logischer op dit moment. In de allereerste plaats zijn de 2 dagen die we elke maand eigenlijk vieren. En die ook in heel veel andere boeddhistische tempels worden gevierd. Vooral de eerste. De Petapali. Het wordt in verschillende tradities op verschillende manieren aangeduid. In de algemene vertaling in het Engels is transfer of merit. Wat academisch gezien of taalkundig gezien niet echt een goede vertaling is. Het is meer een soort van sharing of merit of sharing of goodness. Het idee is dus dat je goede karma deelt met je dierbaren die zijn overleden op zo'n dag. Dus het is een dag van herdenking. Die worden heel vaak gehouden in de boeddhistische traditie. In onze tempel hier in Nederland bijvoorbeeld houden we die elke maand, om precies te zijn de derde zondag van de maand. In de tempel in Thailand, waar onze traditie vandaan komt, is er een gebruik om het op specifieke dagen te doen. Dat is ongeveer elke week. Dan heb je de eerste zondag van de maand. Dat is specifiek voor de Dhammakaya-traditie. Dat vind je niet zozeer in andere tradities. Een dag dat we echt, die we volledig wijden aan het meditatie en het eren van de Boeddha.
Daarbij is dat gaat eigenlijk, dat zijn eigenlijk twee dingen die samen gaan. Dus er wordt tijdens de meditatie wordt er visualiseren we dat we eten en andere giften geven aan de Boeddha. Dat is een begeleide visualisatie. Dat is elke eerste zondag van de maand. Dan heb je dagen die belangrijk zijn in heel in eigenlijk ook in het hele in alle boeddhistische landen, de Uposatha dagen. Ze heet iets wat verschillend in het Chinees boeddhisme, maar ik kan me niet exact herinneren hoe. In het Zuidoost-Aziatisch boeddhisme en het Sri Lankees boeddhisme noemen we ze de Uposatha. De dagen die we zouden kunnen omschrijven als rustdagen. Dagen waarin mensen naar de tempel komen en naar een lezing komen luisteren of komen mediteren of giften komen geven. Die traditie is helaas een beetje verloren gegaan in de loop der jaren, omdat de Uposatha-dagen zijn de dagen van de volle maan, de nieuwe maan, het eerste en het laatste kwartier. Met andere woorden, wat we soms in het Nederlands ook wel noemen maangestalten. Met de introductie van de westerse kalender in heel veel boeddhistische landen zijn veel van die tradities minder sterk geworden. Dus mensen komen vaak op tempels in het weekend en dat is dan niet echt duidelijk meer georganiseerd zoals vroeger. Dan hebben we natuurlijk feestdagen die dan jaarlijks één keer worden gehouden. Daar zijn er ook heel veel van. Maar er zijn er een aantal die heel erg opvallen. Laten we eens bij het begin beginnen. De Petapali, daar heb ik eigenlijk al wat eerder over verteld. Een paar maanden geleden, toen ik vertelde over de dood een deugd maken. Van de dood een deugd maken wil zeggen dat je met de dood op een positieve manier probeert om te gaan. En er ook iets van vrijgevigheid aan koppelt. Met vrijgevigheid wil ik bedoelen dat je in het delen van goede karma met je dierbaren tijdens een Petapali-viering, dat je je voorstelt dat je je goede karma als een soort van energie deelt met die dierbaren die zijn overleden. En dat wordt dus in heel veel boeddhistische landen wordt dat door verschillende manieren gevisualiseerd. Maar in Sri Lanka, in Zuidoost-Azië, zie je dus dat men dat met water visualiseert. En dus, dit is een foto uit Thailand. Dit is ook een soort van, dit noemen we in het Thais noemen we dit een kontol. Kontol. Dat is niet een bankrekening of zo. Konto. lijkt er een beetje op, maar dat is dus een soort van kelk waar je water mee giet. Die zie je de Sri Lankese versie. Dus, of misschien gewoon een historische poging om het historisch af te beelden. Een oude versie. Sommige mensen hebben er ook zelf eentje thuis, maar meestal kun je ze tegenwoordig in de tempel vinden. En die worden dus gebruikt tijdens verschillende ceremonies, maar met name tijdens de Petapali. Dus tijdens dat de monniken een zegening geven, wordt vervolgens het water gedeeld met de dierbaren. Dus natuurlijk is het volledig symbolisch. Het water staat voor de goede karma. Dus het idee is dat je dan op zo'n dag als de Petapali bepaalde goede daden doet. En die dan deelt met je dierbaren die zijn overleden. En het wil wel eens helpen als je een portret van je dierbaren meeneemt. Om het visualiseren te helpen. Komt ook wel voor dat mensen de naam opschrijven van hun dierbaren. Vind ik zelf wat gepaster dan al die portretten meenemen. Maar het is een beetje afhankelijk van iedere persoon, hoe je bent ingesteld.
Nou, op dit moment in onze tempo doen we het nog met portretten, maar we gaan dat misschien in de toekomst veranderen, want er komen wel heel veel portretten nu tegenwoordig. Dus we zetten allemaal portretjes op een tafel, dat ik eventjes moet laten zien in het plaatje, ben ik vergeten. En die portretjes die worden allemaal zeg maar klaargezet en ja, iedereen die stelt zich dus voor dat je dat goede karma met hen deelt. Je ziet dat het met aardig veel aandacht gaat, dus je ziet dat, je vraagt je misschien af waarom houden mensen hun handen zo, maar dat wil zeggen dat in Thailand als je met twee handen iets doet, dan geeft het aandacht aan. Dat is niet alleen in Thailand, het is in heel veel Aziatische landen zo. En als je dus, dat onpraktisch is, bijvoorbeeld zo'n kelk is moeilijk om met twee handen vast te houden, dan houd je dus het zo vast. Dus met je ene hand houd je dan je hand vast, of je palm, of je, hoe noem het, je arm. En dan de andere hand houdt dan de kelk. Maar dat is een detail. We moeten ook niet te veel in de details onszelf verliezen. Dus dat is een gebruik wat je bij ons elke derde zondag van de maand hebt. En meer van de dingen die ik nu ga noemen, die zijn op dit moment niet toegankelijk vanwege de coronacrisis. Maar daar is wel één link allemaal voor al die ceremonies die je bij ons kunt volgen. Ik moet er wel bij zeggen dat deze ceremonies, bijna alle ceremonies die ik noem, ook in alle andere boeddhistische tempels in Nederland worden gehouden. Dus die tradities vind je overal. Hè? Maar het is gewoon om te zeggen dat je dat bij ons kunt volgen online. Dan de eerste zondag van de maand noemen we in het Thais, maar dat is dus specifiek voor onze traditie. Hè? Kom je in, voor zover ik weet, in andere tempels niet, komt het niet voor. Dat noemen we Bhujja Gaupra. Bhujja Gaupra betekent letterlijk de viering van het eren van de Boeddha's door eten. Dat houden we simultaan met Thailand, vandaar dat het dus ook heel vroeg is. In Thailand wordt het namelijk om 9:30 's ochtends gehouden. En zoals Mirjam heel goed weet, is er 5 uur tijdsverschil tijdens de zomertijd. En 6 uur tijdens de wintertijd. Dus het begint hier in de zomertijd nu. Begint het om 4:30 's ochtends. En dat is dus best wel vroeg. Dus heel veel mensen komen hier al om te overnachten, normaal gesproken. Maar nu dus niet. Nu is dat tijdelijk niet zo. In alle ceremonies die we houden, is er recitatie van teksten. Dat noemen we, je zou kunnen zeggen, een soort van zingen van teksten. En er zijn giften die mensen aan de tempel geven, die ceremonieel worden gegeven tijdens deze ceremonie. En dat geldt dus ook voor heel veel andere ceremonies waar we het over gaan hebben. Dan zijn er intentieverklaringen bij die giften. Dus het wordt niet zomaar gegeven van, hey, dit is voor jou of dit is voor de tempel. En hoppa, we zijn er vanaf. Nee, het is meer echt met aandacht. En iedereen die doet samen, zeg maar, een verklaring waarom die gift zo belangrijk is. En dat het voor het bereiken is van de verlichting. Het beter worden van een beter mens. Enzovoort. Dus het is altijd, wordt altijd een spirituele intentie gekoppeld aan aan bepaalde giften die worden gedaan. Ik moet erbij zeggen dat veel van die giften tegenwoordig symbolisch zijn. Dus bijvoorbeeld mensen geven een pij aan de monniken. En in Thailand is dat werkelijk een pij die je vervolgens gaat dragen. En monniken hebben nu en dan een nieuwe pij nodig. Een nieuwe abijt, zeg maar, of een nieuw gewaad. Maar in de zin dat we in Europa zulke gewaden niet kunnen kopen in de winkel, voor zover ik weet. Misschien dat Luc een uitzondering wil maken en zelf een winkel wil gaan openen, maar er zijn over het algemeen zulke dingen niet. Dus wat gebeurt er? Mensen lenen een pij van de tempel en geven het als een symbolisch gift. De werkelijke gift is een gift van geld. En dat wordt misschien een dag van tevoren overgemaakt of wordt voor de ceremonie of na de ceremonie in een vorm van een envelop gegeven of iets dergelijks.
Dus dat is wat minder zoals het oorspronkelijk was. Maar ja, dat zijn natuurlijk de praktische aanpassingen. Dan heb je een lezing vaak ook en verschillende meditaties. Waarvan dus ook die visualisatie waarover ik net sprak. Deze ceremonie en ook alle andere ceremonies die ik zal noemen, die worden ook simultaan vertaald via die link die ik zo zal geven. Maar dat is dus wel ook als we het hier lokaal fysiek echt houden hier, dan vertaal ik het simultaan met een radiootje en dat werkt heel goed. En dat doen we eigenlijk al sinds dat ik in België, ik heb ook in België 4 jaar gewoond in een klooster daar. En daar deden we dat ook zo en dat werkt heel goed. Maar ja, sommige mensen luisteren liever naar Thijs om de sfeer te proeven. En die willen ook geen koptelefoon om, dat vinden ze niet echt passen. Dus het is een beetje afhankelijk van waar je voor gaat. Je ziet ook dat het niet heel in de Thaise cultuur allemaal niet zo heel streng komt. Dus hier is bijvoorbeeld een mevrouw, die kan niet goed zitten op de grond. Nu is het meestal zo dat we op de grond zitten. De monniken zitten hier rechts, dat zie je niet, het is buiten beeld, die zitten op een podium. Maar als vertegenwoordigers van de Boeddha zit je dan wat hoger. Maar je zit ook op de grond in feite. Dus dat is niet altijd mogelijk voor iedereen. Er is een wat oudere mevrouw en die zit dus op een stoel, dat kan best. En er zijn hierachter, dat zie je hier in het donker een beetje, zitten ook een aantal Nederlanders. Die zitten ook op een stoel. Dat is allemaal best mogelijk. Dus, sorry? Het is gebruikelijk dat je in het wit gekleed bent. Ja, daar hebben we het vorige keer over gehad. Dus normaal gesproken ga je in het wit naar de tempel. Maar in sommige tradities, zoals Vietnam, is het in het grijs. Maar het is zo dat je een bepaalde kleur draagt om zeg maar, de aandacht, de mindfulness en daarmee ook een beetje de gelijkheid te bevorderen. Maar wat je nu zegt, dat is altijd. Je gaat altijd in het wit naar de tempel. Alleen op de eerste zondag van de maand. Eerste zondag van de maand, derde zondag van de maand. Ja. Echt vieringen, zeg maar. Ja. Als je in de tempel komt, dan bijvoorbeeld gedachten zeggen voor een gesprek. En ook voor de meditatiecursussen die we geven. Dat wat breder publiek is dan enkel mensen die bekend zijn met het Thaise boeddhisme. Dan is het niet zo gebruikelijk. Maar je kunt wel in het wit komen. Oké. Dan heb je dus de traditie van de Uposatha. In het Thais noemen we dat ook wel Wanpra. Maar het woord Uposatha wordt ook in het Thais gebruikt hoor. Maar het meer spreektaal is te zeggen Wanpra. Wan betekent dag en pra betekent Boeddha. Dus de dag van de Boeddha. En Wanpra of Uposatha is dus de dag. Die traditioneel is dat tijdens de dagen van de maangestalten. Dus dat zijn de volle maan, de nieuwe maan en de eerste en het laatste kwartier. Vroeger stond dat in Nederlandse agenda's, stond dat in België waarschijnlijk ook, stond dat nog altijd in de agenda. Dan kon je zien welke dag een volle maan was en welke nieuwe maan. Het komt een beetje, is nog een beetje oude traditie, dat komt nog van de tijd dat veel mensen boer waren en dan kon je soms op basis van de maangestalte bepalen wanneer je wat ging oogsten. Maar ik weet ook niet precies hoe dat werkt. Of dat ook werkelijk wetenschappelijk correct is of niet, weet ik ook niet. Maar dat is dus wel iets waar we mee bekend zijn, maar we doen eigenlijk niet zoveel met die dagen. Maar in het boeddhisme, in heel veel boeddhistische landen, zijn die dagen een bepaalde relevantie. Er is in Thailand is dat eigenlijk een beetje een traditie die aan het uitsterven is. Je ziet het met name in de provincie, in de wat verre provincie. Bijvoorbeeld Isan, de noordoosten van Thailand, wat nog vrij gelovig of veel actief is in het boeddhisme. Zie je nog steeds dat op de Uposatha dagen, dat is dus die dagen
die ik net noemde, dat is dus ongeveer elke 7 tot 8 dagen. Dan kom je een van die 4 maangestalten, doet zich dan voor. Dan zie je dus dat wat er dan gebeurt is dat de dorpelingen naar de tempel komen. Ze gaan mediteren. Het is een beetje hun vrije dag. En ze gaan dan ook speciale giften geven of de tempel schoonmaken. Even vragen of het goed gaat met de monniken enzovoort. Maar natuurlijk kun je je voorstellen, op een gegeven moment wordt de Thaise economie moderner en mensen kunnen helemaal niet meer vrij nemen. Je kunt wel zondag soms nog vrij nemen, maar dat is dan niet dezelfde dag als de Uposatha-dag. Dus je krijgt dat die tradities beginnen te vervagen. En dus dat is dus een grote klap geweest voor het boeddhisme, dat die dag is komen te vervallen met de moderne werkweek. Er zijn nog wel landen zoals Sri Lanka en Burma waar de Uposatha-dag nog wel tot op grote hoogte, tot op zekere hoogte in stand is gehouden en ook als rustdag wordt erkend door de overheid. Maar in Thailand niet. Dus dat is een soort van rustdag zoals je bij ons de zondag hebt. De Joden hebben de zaterdag en de moslims de vrijdag. Dus dat is wel mooi dat dat heel universeel is. Een soort van wekelijkse dag dat je elkaar treft. Behalve dan dat volgens de maankalender die week natuurlijk dan geen 7 dagen kent, maar 7 tot 8 dagen. Maar goed, ik wil het niet te ingewikkeld maken. Dus het is ongeveer dezelfde interval van 7 tot 8 dagen dat je in elke wereldreligie ziet dat mensen elkaar weer treffen. Waarom de Uposatha, waarom het idee van de volle maan, hoe zit dat precies? Nou, het idee is eigenlijk dat ze op zo'n dag mensen als het ware de tempel bij zichzelf thuis brengen of hun thuis naar de tempel, dat ze wat dichter toenadering tot de tempel zoeken en bepaalde tradities die normaal de monniken of nonnen enkel beoefenen met zich meenemen thuis. En dat noemen ze in de teksten, boeddhistische tekst noemen ze dat de traditie van de verlichte meesters opvolg. En dat gaat gepaard met meditatie en naar het klooster gaan, zoals ik al noemde. Je kunt natuurlijk wel zelf bepalen, zelf kijken van ik ga me aan die Uposatha dagen houden. Je hebt ook bijvoorbeeld op Facebook heb je een Uposatha club, maar die is niet zo actief. Van mensen over de hele wereld die dus besluiten om in hun eigen land, in de Engels sprekende wereld weliswaar, om zulke dagen te proberen te handhaven. En op die dagen houden ze zich dus aan wat we noemen de regels van de Uposatha. Dat zijn niet regels van ik moet me hier aan houden, want als ik het niet doe, dan ben ik een zondig mens of zo. Maar het is meer een regel van om jezelf te oefenen. In het Nederlands wordt het wel eens vertaald als oefenregel. De eerste 5 zijn wel bekend, omdat ze heel erg lijken op de 5 sila's of de 5 aandachtsoefeningen of de 5 levenregels, zoals bekend in vele boeddhistische tradities. Maar de 3e is een beetje aangepast, dat is dus celibaat. Dat doe je dan bijvoorbeeld voor eentje in de 7 tot 8 dagen kunnen mensen die dingen op zich nemen. Dus dan heb je ook het niet eten in de avond, zoals de monniken dat doen, of de nonnen. En dan heb je dus het vermijden van entertainment en luxe. Nou ja, dat is een beetje, klinkt een beetje als een soort van boetedoening, maar dat is niet het concept. Het concept is meer dat je dat die soberheid je helpt in meditatie. Dus de Uposatha-dagen zijn in eerste instantie dagen van meditatie en contemplatie. Nou, ja, je kan je lang over vertellen, maar het idee eigenlijk van de Uposatha is dat je dit beoefent als een, het wordt wel gezegd als een edele, dat je het beoefent op een manier dat je het werkelijk, ja, dat je er echt in verdiept en dat je het niet alleen maar doet omdat het een regel is of zo, of omdat je eigenlijk er zo snel mogelijk vanaf wil. Nou ja, goed, dat is, ga ik even aan voorbij. Maar mag ik hier nog een vraag over stellen? Eigenlijk over de dia hiervoor. De 8 regels die je liet zien voor die Uposatha-dagen. Daarnaast
Kijk, dat is dan om de 7-8 dagen. Is het de bedoeling dat je aan die 8 regels houdt? Maar hoe doet een... En na die 8 dagen dan ga je toch niet los? Hè? Om het even, ja, hoe moet ik dat omschrijven? Dus om de 7-8 dagen heb je deze regels. En dan ga je er weer... Ga je weer terug naar wat je normaal doet. Er zijn in het boeddhisme ook 5 leefregels. En daar heb ik ook niet veel over gesproken. Maar die 5 leefregels, dat zijn de eerste 5 hier. Ja. Veel mensen kennen die al. Die worden in verschillende tradities onderwezen. Ja. En bij de 5 leefregels gaat het eigenlijk om echt bepaalde morele levenskeuzes die je maakt. Morele principes. Het is niet zozeer een oefenregel, maar meer echt morele principes in je leven. Daarom noemt Thich Nhat Hanh bijvoorbeeld, die noemt ze de aandachtsoefeningen. Mm-hmm. Omdat hij het ziet als een belangrijk fundament van aandacht. Mm-hmm. In onze traditie noemen we ze de sila, of in het Thais sien, dat is het verbastering. En sila of sien, dat is dus eigenlijk dat je zegt, er zijn 5 dingen die ik met me meeneem als gewoonte. En dat is meestal, de eerste 2 liggen vrij voor de hand. Behalve natuurlijk wel dat het niet doden van vliegen of dat soort dingen misschien voor sommige mensen wat moeilijker is. Het derde is dan ook, in de 5 leefregels is de derde niet zozeer dat je een celibatair leven leidt. Dat is dan niet zo. Maar dat je je houdt aan je gezin, je familie. Dus dat je niet je partner bedriegt. Mm-hmm. En het vierde is liegen, de waarheid spreken, is dan eigenlijk het verbale aspect. En dan heb je het laatste, is eigenlijk meer het mentale aspect. Dus de alcoholische drank en bedwelmende middelen die tot achterloosheid leiden. Dit is in de woorden zoals het traditioneel wordt omschreven. En dat idee is dus dat er ook een mentaal aspect is aan die leefregels. En dat het heel moeilijk is als je die aandacht niet hebt om je aan deze regels te houden. Ik wil daar nog op terugkomen. Dus deze 8 leefregels, de regels van Uposatha, is waar je voor kiest als monnik. Mm-hmm. Maar heel veel mensen hebben natuurlijk een familie, dus die kunnen niet een celibatair leven gaan leiden. Behalve natuurlijk als ze samen die keuze maken, dat komt voor, maar dat is niet heel gebruikelijk. Dus dan heb je keuze van, 1 keer in de week ga ik naar de tempel en houd ik me aan deze regels. En veel mensen, bijvoorbeeld een aantal van onze vrijwilligers doen dat ook. Die komen hier dan 1 keer in, die komen hier dan wel op de zondag weliswaar, niet op de Uposatha-dag, want dat is lastig in Nederland. Maar die houden zich dan op zo'n dag aan die 8 principes. Het is een soort van idee van, ik breng de tempel bij me thuis. Het is eigenlijk een extra oefening. Maar het is niet... In het christendom heb je dat natuurlijk ook, dat mensen bijvoorbeeld katholieken, die eten geen vis op de vrijdag of zo. Maar dat wordt vaak geassocieerd met boetedoening. Ik weet niet of dat terecht is, maar dat is wel vaak de gedachte erachter. En bij ons is dat niet zo, want daar was de Boeddha eigenlijk vrij kritisch over boetedoening. Dat vond hij eigenlijk maar onzin. Maar hij vond dit meer een oefening om jezelf wat beter mens te maken. Dus het idee is niet pijn, maar juist diepere ontspanning of dieper jezelf leren kennen. Ja, dan om af te sluiten, we hebben dus 4 vieringen die belangrijk zijn in het boeddhisme. De 4e is vrij complex om uit te leggen, dus die zal ik vandaag niet behandelen. In plaats daarvan zal ik het wel kort nog hebben over de wassa. En dat is de moesson-retraite. De retraite die wordt gehouden tijdens het regenseizoen. En dat komt dan aan het einde. Eerste plaats Wesak. Wesak is de allerbelangrijkste viering van het boeddhisme over de hele wereld. Wordt er gehouden in mei.
Een hele enkele keer wordt het in een paar landen in de wereld in juni gehouden. Of in april, maar dat komt heel weinig voor. Het is bijna altijd in mei, maar in verschillende landen op verschillende dagen in mei. En dus dat is Wesak. Wesak is het woord. Op een gegeven moment hebben een heleboel boeddhisten die bij elkaar kwamen in een soort van conferentie besloten om internationaal de dag van Wesak te spellen op zijn Nepalees. Waarom? Omdat Wesak is de dag van de Boeddha, de dag dat we het leven van de Boeddha vieren. En dus is het logisch om dat in het Nepalees te spellen, omdat Nepal het land was waar de Boeddha hoogstwaarschijnlijk is geboren. Hoewel dat een beetje controversieel is, omdat de Indiërs natuurlijk het daar niet mee eens zijn. Dus vandaar dat die spelling Wesak wat anders is gespeld dan de andere vieringen. En Wesak is ook door de Verenigde Naties tot op zekere hoogte erkend. Wordt in de gebouwen van de Verenigde Naties gevierd. Ook als een dag voor het personeel. En de Wesak is dus de dag dat we in verschillende landen, er zijn wel wat verschillen, maar in elk land in de wereld wordt de geboorte van de Boeddha gevierd. In de meeste Chinees-Boeddhistische tempels zie je dan een afbeelding van de Boeddha als kind. En er wordt dan water op gegoten. Maar in Thailand is het de dag van zowel de geboorte als de verlichting, als de laatste dag van de Boeddha. Dus wat we wel noemen het heengaan van de Boeddha. En dat is eigenlijk daarmee een soort van 3-in-1 viering. Terwijl in het Chinees boeddhisme wordt die gebeurtenissen worden allemaal gescheiden. Op verschillende dagen gevierd. Nou, er zijn dan nog 3 andere vieringen, maar daar kom ik dus nog zo op. Al die vieringen komt dus op, waar komt het allemaal op neer? Op recitatie van teksten, wat ik al noemde. Meditatie is altijd een onderdeel van die vieringen. De ene tempo is het misschien 5 minuten, de andere tempo is het meer tijdens de recitatie dat die meditatie plaatsvindt. Maar er is altijd wel iets van meditatie in een boeddhistische ceremonie in heel de wereld. Alleen het is maar hoe je er een vorm aan geeft. En natuurlijk krijg je dan een misverstand van, ik zie geen meditatiecursus, ik zie geen meditatieretraite, waar is de mindfulness leraar? En dus zeggen mensen, de Aziat mediteert niet. Maar goed, er zijn dus wel degelijk meditaties in de meeste boeddhistische landen tijdens de ceremonies. Lichtvieringen heb je dus ook tijdens bepaalde dagen. Bijvoorbeeld de dag van Mangapuja, die ik net noemde. Of die ik eerder heb behandeld, moet ik zeggen. Die heb ik eerder behandeld in maart was dat, of in februari was dat. En die dag vieren we met licht. Dus dan steken we van deze lantaarns aan. Er zijn ook verschillende festivals die worden gehouden. Bijvoorbeeld tijdens de Wesak, die wat ik net noemde, hè, die in mei wordt gehouden. In de Chinese tempel in Amsterdam, en ik raad je zeker aan om daar een keertje naartoe te gaan, om dat mee te maken, dan wordt er dus een hele optocht gehouden. En daar hebben ze dus een heel deel van Amsterdam hebben ze kunnen afhuren daarvoor. En dan komen ze helemaal naar, vanuit de Zeedijk, gaan ze dan naar de, hoe heet dat daar, de Waag. En daar gaan ze dan dus allerlei gezangen samen doen. En dat is dus heel bijzonder. Dan is het ook een traditionele Chinese drakendans. En die draak die aan het einde van die dans buigt die voor de Boeddha. Ja, dat is heel mooi. bij ons is Wesak ook wel heel mooi. We doen het vaak in de tuin hierachter. We hebben een hele grote tuin. En dan gaan we met soms wel 100 mensen of 200 mensen gaan we daar dan zitten in die tuin met allemaal lantaarns. Ja, dat is heel bijzonder. En de vorige abt die we hier hadden, maar die is nu verhuisd al. We hebben nu een nieuwe abt.
Die heeft al die lantaarns in de tijd allemaal zelf ontworpen. Dus die heeft die zelf gemaakt van combinatie van hout en metaal en heel bijzonder. En ik heb hem altijd al gevraagd om die ontwerpen op te sturen naar ons, maar dat wil hij nooit. Hij zegt altijd dat hij ze al heeft opgestuurd, maar ik kan ze nooit vinden. Nou ja, goed, dat is een detail. Dus hier staat nog een keertje alles op een rijtje. Wesak komt van het oude Pali Wesaka. En het is dus verbasterd in het Nepalees, want Nepal is het land waar de Boeddha in ieder geval is geboren. Maar waarschijnlijk ook is opgegroeid. En uiteindelijk zie je dus ook dat het op de Nepalese manier wordt uitgesproken. Het is wel interessant overigens dat in heel veel landen het natuurlijk een feestdag is, die officieel ook een officiële dag is. Hè? Dat je, hoe noem je dat? Een officiële dag dat je vrij mag nemen. Maar dat is dus ook zo in Indonesië. Terwijl dat een moslimland is. Dat is een heel bijzondere uitzondering. Omdat in Indonesië heb je Borobudur, een heel belangrijk boeddhistisch monument. En er zijn zoveel vieringen die daar plaatsvinden dat het op een gegeven moment een gebruik is geworden dat mensen in bepaalde delen, misschien wel geheel Indonesië, dat weet ik niet, op die dag vrij kunnen nemen op de Wesak. Dat is wel bijzonder. Valt die dag samen met de dag van de Bodhibon? Ja, dus in de Chinees-Boeddhistische traditie wordt de dag van de verlichting apart gevierd. En dat is volgens mij aan het einde van het jaar, als ik me niet vergis. Maar bij ons is dat dezelfde dag. In de Thaise en Zuidoost-Aziatische traditie in het algemeen, Sri Lankese traditie, wordt het dezelfde dag gevierd, allemaal in mei. 3-in-1. Dus hier staat het op een rijtje. Geboorte, verlichting en heengaan van de Boeddha. Dus dit is een heel oude afbeelding waarin je dus de Boeddha in een liggende positie ziet. En ja, dit verhaal dat kennen jullie misschien nog niet, maar ik denk niet dat het me nu lukt om dat allemaal te gaan vertellen. Maar daar kunnen we zeker nog wel gelegenheid toe vinden. De middenweg. Dan hebben we ook nog de Asala Puja dag. Ik heb hier het in het Engels gezet, Asala Puja Day. En dat is meestal in juli. En dat is de dag dat de Boeddha officieel les gaf. Voor het eerst aan zijn eerste 5 leerlingen. Dus die hebben we dus ook nu nog dit jaar in juli. En dan heb je nog Magha Puja. Daar ga ik even terug in tijd. Dat is de dag die we al hebben gehad. Dat weet je misschien nog wat ik daarover heb verteld. Dat was in februari. En er staat hier de derde maand. Maar je moet even goed kijken. Er staat namelijk maanmaand. En een maanmaand, dat is in het Nederlands, dat is een woord dat je niet zo vaak gebruikt. Maar dat betekent dus een maand die dus gebaseerd is op de maankalender. En dat zijn dus kortere maanden. Dus de derde maanmaand is in Nederland, of in onze westerse kalender, is dat vaak februari. Beetje verwarrend. Maar soms dus ook maart. En wanneer begint het jaar dan? Ja, dat is een goede vraag. Het is ongeveer ook een jaar, de maankalender. Maar de exacte, traditioneel in Thailand was dat dan rond deze periode waar we nu zitten, dat het nieuwjaar begon. Het Thaise nieuwjaar wordt ook nog steeds gevierd. En dat gaan we ook komende week vieren. Maar dat wordt niet uitgebreid gevierd. Mensen kunnen hier komen. Het is misschien wel goed om nu ook even te noemen. Je kunt hier dus komende dagen even langskomen om water te gieten over de Boeddha. Dat is een gebruik. Dus dan heb je een Boeddha-beeld en dan giet je wat water eroverheen om eer te betuigen aan de Boeddha.
En dat is dus voor het Thaise nieuwjaar. Normaal doen we dat samen. En nu is het meer zo dat mensen kunnen langskomen daarvoor. En dat is dus in de oude kerk. Is dat misschien een rare vraag? Ja, trouwens, rare vragen bestaan niet. Als je thuis een boerder hebt staan, doe je dat dan thuis ook? Dat kan, dat kan. Of is dat echt alleen maar een tempel gebeuren? Nee, dat kun je ook thuis doen. Ja. Al die dingen die ik noem, die kun je in principe ook allemaal thuis doen. Zelfs ook bijvoorbeeld het delen van de goede karma met je dierbaren, dat kun je ook thuis doen, enzovoort. Ja. Ik ga nog een aparte avond wijden aan hoe je omgaat met je Boeddha-beeld thuis. Als je er een hebt en als je er een wilt hebben, hoe je die dan het beste kunt aanschaffen enzovoort. Want daar zijn heel veel vragen over in het algemeen. Ik verwacht die avond waarschijnlijk heel veel deelnemers. Maar hoe het ook zij, het belangrijkste is dat die vragen dan enigszins beantwoord zullen zijn. Nou ja, Magha Puja is dus de dag dat we vieren dat er een heleboel mensen bij elkaar kwamen in de tijd van de Boeddha. En dat de Boeddha voor het eerst zijn beleid uiteenzette waarin hij zei, dit is het boeddhisme waar het boeddhisme om gaat. En een van die principes was geweldloosheid. Dus dat het boeddhisme nooit op een gewelddadige manier zou mogen worden verspreid. En dat de praktijk, je beoefening, de meditatie en je oefening, ja, dat die altijd centraal moet staan. Ja, de laatste waar ik mee wilde afsluiten is de Wassa. Dat is de moesson-retraite. De moesson is natuurlijk het regenseizoen, het traditionele regenseizoen in Zuidoost-Azië. In Azië trouwens, een groot deel van Azië. In Thailand begint het meestal de eerste dag na de laatste volle maan van juli en duurt het 3 maanden. Tijdens die wasawasa, of het verblijven van op één plek tijdens de moesson, is het dus een gebruik dat de boeddhistische monniken op één plaats blijven en niet veel rondreizen, behalve als het echt urgent is of dat er een uitnodiging is gekomen waar ze op in willen gaan. Dus dat is ook een gebruik bij ons. Dan komen we dus minder buiten, maar dat zal nu niet zoveel uitmaken. Maar de wassa is dus een soort van dat je tijdens een bepaalde periode wat meer op jezelf bent. Maar ik zal tijdens die periode nog wel lesgeven. Maar normaal gesproken zijn de activiteiten dan wat minder. Dus dat is de periode van juli tot en met ongeveer september, oktober, afhankelijk van de maankalender weer. Ja. En dat is eigenlijk, is het een soort contemplatieve periode voor de monniken. En het is oorspronkelijk ontstaan als een vorm van geweldloosheid, of nou ja, een vorm van bescheidenheid, waarbij de monniken niet te veel de mensen lastig willen zijn tijdens de moesson. Omdat tijdens de moesson mensen misschien met akkerbouw bezig waren of met andere dingen bezig waren. En het kwam gewoon niet zo goed uit voor de monniken om een heleboel rond te reizen en bij hier en daar te overnachten bij mensen. Zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Dus wat deed men dan? Monniken en nonnen bleven dan op verschillende plaatsen een beetje cenobiet. Dus meer in de kloosters dan dat ze rond gingen reizen. Dus het is ook een beetje een manier waarop het boeddhisme geleidelijk meer cenobieter werd. Dus cenobieter, daarmee bedoel ik dus dat de monniken en nonnen meer in kloosters gingen wonen. Dat is een beetje ook ontstaan op die manier. Maar waar het op neerkomt is gewoon, het is een periode dat je je meer intensief beoefent. Meer intensief oefent. En ja, dan heb je wel eens dat de leraren in onze traditie bijvoorbeeld dan zeggen, kies een gewoonte uit die je wil opgeven tijdens de wassa, want dat is een periode dat we aan onszelf werken. In die zin lijkt het wel een beetje op onze traditionele vaste periode, die in het katholicisme wordt aangehouden in de periode van februari, maart. Of na het carnaval is het, geloof ik, hè? Maar in veel delen van Brabant en Gelderland zie je tegenwoordig dat carnaval gewoon tijdens de vaste periode wordt gehouden.
omdat ze niet dat op dezelfde dag willen organiseren met een ander dorp. Dus het is een beetje, ja, mensen kennen alleen nog maar carnaval, kennen niet meer de vaste periode. Maar ik heb nog meegemaakt dat er in de plaats waar we dus in België zitten, de tempel in België of het klooster in België, dat daar de burgemeester was. Ik denk dat hij nu niet meer burgemeester is daar. En die hield zich nog aan de vaste periode. Die dronk niet en die rookte niet tijdens de periode van februari, maart. Ja, ja, dat was vlak tegen Aalst. Daar wordt het heel erg gevierd. Hè? Ja, is het zo? Ja, is dat wat strekker? Ja, 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 heel erg. Goed, maar dat is dus vergelijkbaar. In Thailand heb je dus tijdens de Wassa de uitspraak Kaupansa. Word lauw, Kaupansa, dat wil zeggen stop met drinken tijdens de Wassa. Dus dat is een beetje een leuze die ook door de overheid wordt gepromoot. En ook dus door boeddhistische monniken. Nou, dit heb ik al vermeld. Dus dit is wel oud nieuw. Dus dit zijn ongeveer de dingen die ik wilde vermelden. Nu, wat doen we nou als gebruikelijke routine hier in de tempel? Nou, die dingen die ik net noemde. Dus in de ochtend mediteren we en reciteren we. In de avond doen we dat ook. En tussendoor hebben we dus de maaltijden. Tijdens de maaltijden ontmoeten we de leken of de mensen die we ook, zoals je eerder hebt gezien, Upasaka noemen. Dus de mensen die komen en die geven dingen aan ons voor de maaltijd. En dan eten we die en we geven een zegen terug. Dan heb je wel eens dat mensen blijven om nog wat te mediteren of een ceremonie voor te bereiden of wat dingen op te ruimen. Dat kan, maar nu wat minder. Mensen gaan meestal wat sneller weg nu. En er komen minder mensen. Meestal hebben we hoogstens 3 mensen of zo. En gemiddeld is het 2 of zo. En dat is dus wat er elke dag gebeurt. Als monniken treffen we elkaar in de ochtend en avond. Maar ook gedurende de dag heeft iedereen zijn eigen beoefening. Momenten dat je lessen voorbereidt, zoals deze bijvoorbeeld. Of momenten dat je voor jezelf neemt om te mediteren. Momenten dat je voor jezelf wilt gaan zingen. Ja, niet opera of zo, maar teksten gaat zingen. En nou ja, dat is een beetje de routine. Het ene klooster is actiever dan het andere. Een voorbeeld van een contemplatief klooster is dat in Utrecht. Die zijn niet heel actief. Ik wil dus daarmee zeggen dat ze heel erg zich op hun eigen oefening concentreren. Maar dat wil niet zeggen dat ze verkeerd zijn of zo. Helemaal niet. Dat is ook heel goed. En je hebt meer actieve kloosters zoals wij. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Purmerend moet ik zeggen. Maar ze heten Amsterdam. Heb je de Thaise tempel Puttavihara, die is eigenlijk in Purmerend, maar die heette dus Puttavihara Amsterdam. En die zijn ook heel actief, die geven heel veel les en heel veel retraites. Dat doen wij dus ook, maar iets in mindere mate. En we zitten zo'n beetje halfweg tussen de Chinese tempel in Utrecht en de Thaise tempel in Purmerend in. Dus we zijn zo semi-actief. Dat is in het kort is dat de boeddhistische gebruiken, feestdagen, rustdagen en de wassa. En de katina-viering zal ik nog een keer later uitleggen, want er zijn heel veel dingen die je daarvoor eerst zou moeten overleren. En anders wordt het een beetje abstract.